partijbestuur van de Partij van de Arbeid. Stop de matchfixing. Hou op met deze poppenkast. Hou je aan je afspraken. Gooi de partij open. Kies voor een echt debat. Geef elke kandidaat dezelfde rechten en kansen. Ik zal me melden. Het is tijd voor nieuwe wegen. Ik dank u wel. Ja, u uit vandaag keiharde kritiek op het partijbestuur. Wat zit u dwars? Het dwars is dat er nu een lijsttrekkersstrijd komt waarin alles voorop gezet is. En ik wil dat dat gaat veranderen. Ik wil gewoon dat er, zoals afgesproken is, dat er een open lijsttrekkersstrijd komt. Dat is een uitspraak van het congres, dat niet leden mee kunnen doen. Mensen die sympathie hebben voor de Partij van de Arbeid, maar geen lid zijn. Dat die mee kunnen doen, dat die kunnen stemmen. Dat wil het partijbestuur opeens niet. Dat kan echt niet. En ik wil ook dat alle kandidaten eerlijke kansen hebben. En op dit moment zijn Asscher en Samson als enige betrokken bij het kiesprogramma en de lijst. En ik vind dat andere kandidaten ook dat recht moeten hebben als zij eventueel winnen. Ja, verwacht u dat dat gaat veranderen na uw toespraak van zojuist? Ja, dat verwacht ik wel. Want het kan niet zo zijn dat de lijsttrekkersstrijd van de Partij van de Arbeid een strijd is over wat voor pak heb je aan vandaag, wat vond je van het weer vandaag. Dit hoort een discussie zijn over ideeën. Een ideeënstrijd, dat is een lijsttrekkersstrijd. Niet zo'n strijd als in Amerika waar ze met modder naar elkaar gooien, maar een strijd over waar sta jij voor, wat wil jij veranderen. Daarin verschil ik behoorlijk van het beleid wat de twee hebben afgelopen 4 jaar hebben voorgestaan. En dat moet gewoon duidelijk worden in het debat in de komende tijd. Ik verwacht wel van het partijbestuur dat alle kandidaten een eerlijke kans krijgen. Asscher heeft vandaag laten weten ook mee te doen. Hoe schat u uw kansen in? Ja, ik weet niet. Asscher zegt de ene dag dat hij wel meedoet en de andere dag dat hij niet meedoet. Ik zou in ieder geval zorgen zeggen tegen hem van make your mind up. Zeg even wat er nou gaat gebeuren, want dat is wel zo duidelijk. Want nu lijkt erop van hey, er is nieuws en dan laat ik ook maar weer wat nieuws horen. Ja, maar wat zijn uw kansen? Als die strijd open wordt gegooid voor niet-leden, voor mensen die hoop hebben in de sociaaldemocratie en de Partij van de Arbeid, maar die weg zijn gegaan naar aanleiding van de afgelopen jaren, ik denk dat mijn kansen dan zeer hoog zijn.